Oké, YouTube-kijkers, vervolg Blokhutte. Blokhut 1, 2 en 3, die zijn inmiddels, of trekkershut 1, 2, 3, die zijn inmiddels op Urk. Trekkershut 4 en 5, die ben net een slagje groter. Dus die ben even weer anders. Ik zal het even laten zien. Kijk, die hebben, die missen hier die overstek en die hebben aan de voorkant een raam. En die hebben aan de zijkant de deur. Met een klein overstekje. Dit is degene die nog compleet is. Ik zal hem even van binnen laten zien. Zo zien ze eruit. Dit is degene waar wij nu even in verblijven, zodat we niet op en neer hoeven te rijden. Dan heb je een bergkast, douche, zeg maar, zie, douche. En deze hebben een aparte wc. Nee. En ook twee slaapkamertjes. Even kijken naar het licht. Ja. Kijk. Stapelbedje. En dan gewoon bed. Die slaapkamer is hetzelfde. Dus deze doen we als laatste. Want anders moeten we de hele tijd in een hotel. Dat is ook niet zo handig en ook erg duur. Dus we doen dat een klein beetje anders. Dit is ons vertrekpunt, zeg maar, voor de. De andere op te halen, daar hebben we de eerste drie ook gedaan. Dan slapen wij hier, zeg maar. En dan op het laatste komt iedereen tegelijk op één dag. En dan wordt hij in één dag naar beneden gehaald. En dan nemen we mee naar Urk, zeg maar. Dit is die ander. Zie, die staat ernaast. Hier zijn we al begonnen. Kijk, we hebben alweer wat spullen in de aanhanger zitten. Ze hebben, ja, deze moet een ander deurtje in. Kijk. Ik zal even kijken of die het doet, want hier zit die bouwlamp in en die is nogal heftig. Zie, hier deze is al kaal. Nou, de keuken is hier niet veel meer, dus die keuken die doen we weg. Zie, slaapkamertjes. Dus dat is het plan voor vandaag. Morgen halen we het dak eraf en dan vrijdag komen de jongens van Otter weer met de grote aanhangers en dan nemen we hem weer mee. Dus dat wordt het idee. Ik zet jullie even op een timelapse. We'll be right back.
Oké, jongens, we zijn weer een stukje verder. Dit is de binnenvloer. Zeil met een soort MDF-plaatje achter iets. Nou, dat gooien we allemaal weg. Hier liggen al wat spullen. Hier staan een radiatoren. De cv-kast. Het is open huis geworden nou. De vloer gaat er nou uit. En dan de leidingen in de vloer moeten we nog terughalen. Kijk, balken in de vloer en dan zit de houten vloer op gespijkerd. Die gaan we recyclen, die nemen we mee. Dat wordt wel even een uitdaging nog, maar goed. Komt wel weer goed op het eind van de rit. Ik zal weer even wat timelapjes maken. Oké, de volgende dag, jongens. Kijk, dit huis is wel groter, dat zie je ook aan de dakbalken. Hé, ik zal mijn hand even erbij houden. Het is allemaal wat lomper, allemaal wat groter. Ja. Maar goed. In het begin viel even een beetje tegen, maar inmiddels zijn we aan het afstapelen. En dat is altijd het moment dat het wat vlotter gaat.
Ik zal jullie even op de timelapse zetten. Thank you.
Is te donker. Oké, okay, jongens, de karren zijn er bijna geladen. Koekjesmonster. Oké, okay, jongens, de karren zijn geladen. Deze twee die jongens gaan naar huis, want die moet ook nog. Even, het was ons weer een genoegen. Wij laden nog de laatste. We nemen de vloer nog even mee. Hier is het onderduisje. Van de week halen we het dak op. Zie je, daar staat hier nog, maar dat past er niet meer op. We zijn al blij dat dit erop ligt. Maar goed, ik denk, ik zal gauw een filmpje maken voordat het heel erg donker wordt. Ik ga de jongens nog even door de slagboom helpen en dan pakken wij het laatste erop en dan rijden we ook naar huis. Het was weer een lange dag. Jojo!